En wij maken klanten blij omdat we echt doen wat de klant wil. Dus het kan zijn van verse bonen, porselein met logo erop, tot hele snelle koffie. Bekende merken die we hebben zijn Nestlé, Red Beans, we hebben ons eigen merk, Coffee Fresh. Cento per Cento is een merk wat we onlangs op de markt hebben gebracht. We richten ons met name op bedrijven, instellingen, ziekenhuizen, gemeentes. En daar doen we alles rondom de koffievoorziening. Dus de koffie, de machine, maar ook de thee, koekjes, melk, suiker, soep. We werken ook met diverse machines. Jura is een bekend merk, WMF, Equator, Nestlé machines. Dus daarom hebben we hier in deze hele mooie showroom de gelegenheid om koffie te proeven, machines te zien. Hoe we hier werken binnen Coffee Partners is dat we het eigenlijk de klant makkelijk maken. Dat is vanaf het bestellen. Dat kan heel makkelijk online of gewoon via de telefoon. Want wij weten precies wat een klant heeft en wat zijn assortiment is. Hetzelfde gaat eigenlijk voor de monteurs. Die weten precies wat ze moeten doen. De ene klant wil een mooie espresso koffie. En de andere klant die heeft meer latte koffies. Dus we kunnen dat helemaal goed instellen op de behoeften van de klant. In het magazijn hebben we alles goed op orde. En iedere dag rijden we onze rondjes naar de klant. We hebben een enorm enthousiast, positief team. Goede monteurs, goede vertegenwoordigers, bezorgers die de koffie tot in het keukenkastje brengen. Het pand heeft ronde vormen, is natuurlijk koffiebruin. Het glas aan de zijkant van het pand, dat is eigenlijk een beetje de insnede die je ook terugziet in een koffieboom. We hebben ook nog een hartstikke mooi ledscherm in het pand. We hebben een hele constructie gemaakt waarbij het ledscreen prachtig integreert in de buitengevel. Ja, denk ik een voorbeeld hoe je met ledscreens om moet gaan bij bedrijfspanden. Duurzaamheid vind ik hartstikke belangrijk. Daarom hebben we ook dit pand voorzien van 270 zonnepanelen. Daarmee hebben we geen gas meer nodig en we zijn zeg maar nagenoeg energie-neutraal. Eigenlijk ben ik wel op een leuke manier met Hercuton in contact gekomen. Dat kwam eigenlijk op een kerstbijeenkomst waar ik Ivo van der Mark heb ontmoet. Hij was zo sportief om ook koffieklant bij ons te worden. Maar het is toch een close finish geworden en uiteindelijk heb ik het Hercuton wel gegund. En later is de executie gedaan door Remco Ruimtebouw. Dat is wel voor dit pand een hele goede oplossing geweest. Koffie is toch beleving en sfeer. En nu met deze staalconstructie, met het glas, met de wanden, met de visuals, ben ik hartstikke blij dat Remco Ruimtebouw dat zo goed heeft weergegeven. Ja, als ik het weer opnieuw ga doen of als we over een paar jaar weer uit ons jasje gegroeid zijn, dan zou ik zeker weer Hercuton en Remco Ruimtebouw benaderen. Het zijn ook prettige mensen om mee te werken, de verstandhouding is goed. Laten we het de volgende keer weer doen.